Welkom bij de serie Een anarchistisch ABC. In deze serie doen we een poging om verschillende concepten vanuit een anarchistisch perspectief te benaderen. Deze woorden leven echter in een complex van betekenissen, invalshoeken en analyses. Wat beschreven wordt in deze teksten omvat daar dan ook maar een selectie uit. Deze teksten dienen vooral als een introductie tot complexe onderwerpen. Waar nodig worden meerdere teksten, eventueel door verschillende auteurs, geschreven en opgenomen. De tekst die hier volgt gaat over copyleft. En is geschreven door L.V. Introductie Problemen met Copyright. De voorvechters van Copyright benoemen altijd dat Copyright noodzakelijk is om artiesten te beschermen. Tot op een zekere hoogte is dit correct. Wanneer een kunstenaar niet betaald wordt voor diens werk, zal hij er een andere baan bij moeten zoeken en nauwelijks tijd meer hebben om kunst te maken. Het is dus noodzakelijk binnen het kapitalistisch systeem om te zorgen dat cultuurwerkers een inkomen kunnen krijgen met hun cultuurproductie. Copyright, zoals het nu bestaat, doet dat echter niet. Het beschermt gigantische mediabedrijven, vaak zelfs tegen de cultuurwerkers zelf. Zo krijgen de meeste cultuurwerkers helemaal geen copyright over hun eigen productie. Maar wordt het contractueel overgedragen naar de gigantische mediabedrijven waar ze voor werken? De gemiddelde persoon die cultuurwerk heeft geleverd voor een blockbusterfilm krijgt wel loon, maar geen enkele vorm van eigendomsrechten over die film zelf. Copyright is daarnaast ook nadelig voor het publiek. Het is vaak lastig, zo niet onmogelijk, voor onafhankelijke mensen of groepen om te engageren met veel culturele producten. Het is immers voor de gemiddelde hobbyist niet mogelijk om de rechten voor die blockbusterfilm te kopen. Copyright zorgt er zo voor dat we passieve consumenten worden van datgene wat de mediaconglomeraten ons voorschotelen. Cultuurproducten worden op die manier tot geautomiseerde producten gemaakt die onafhankelijk van elkaar moeten bestaan, tenzij je het geld hebt om de rechten te kopen. Grote bedrijven krijgen zo alle macht over cultuurproductie en kunnen bepalen wie wel en niet cultuur mogen produceren. In de praktijk bestaat cultuur niet uit geautomiseerde producten, maar uit nieuwe combinaties, hervertellingen en citaten van al bestaande werken en ideeën. Denk bijvoorbeeld aan Shostakovich's vijftiende symfonie, een leuk en speels werk dat aan elkaar hangt van citaten en toespelingen. In moderne tijden wordt er in de hip-hop veel gebruik gemaakt van zogenaamde samples. Als we verder kijken dan muziek, dan zien we dat enkele van de meest succesvolle films van de afgelopen jaren complexe combinaties van verschillende al bestaande ideeën zijn. Denk bijvoorbeeld aan de samengestelde werelden van de superheldenfilms. Daarnaast blijken de werken van Shakespeare en Arthur Conan Doyle zo succesvol dat we de hervertellingen van hun werken niet op twee handen kunnen tellen. Cultuur is een complex van werken en ideeën die door elkaar heen lopen en op elkaar doorbouwen. Niet alleen mediaconglomeraten doen dit, maar juist ook individuele fans. In de fanfictie worden elementen uit het originele werk gebruikt om nieuwe verhalen te schrijven. Want door sommige cultuurwerken ontstaat er een levendige subcultuur met een complete schaduwkanaal die nooit goedgekeurd is door de mediaconglomeraten. Copyright maakt het illegaal en breekt met deze basale functie van een gezonde cultuur. Het eigendomsregime is niet verenigbaar met hoe cultuur werkt, maar een vereiste van een economisch systeem waarbij alleen de winst van belang is. Hoe het kan voor het bestaan van het kapitalisme is het noodzakelijk dat mensen kunnen claimen dat bepaalde dingen van hun zijn, ook als ze dit niet actief gebruiken. Individuen kunnen dan restricties opleggen door bijvoorbeeld geld te eisen voor het gebruik van de dingen waarvan ze claimen dat het van hun is. Dit is eigendom. Naarmate het kapitalisme zichzelf verder uitbreidde, werd het eigendomsregime op steeds meer dingen toegepast. Alles wat eerder publiek bezit was, ook wel eens de commons genoemd, werd opgedeeld en aan een kleine groep bezitters toebedeeld. Dit proces is op van alles toegepast, zo ook op cultuur. Voor de 17e eeuw had niemand ooit het idee om adaptaties van Van der Volksreinade te verbieden of geld te eisen voor het reciteren van Hebben Olaf Vogela. Het was de normaalste zaak dat liedjes, gedichten en verhalen verteld en herverteld werden. Met de opkomst van de drukpers en het kapitalisme werd het echter noodzakelijk geacht dat ook in de cultuur het eigendomsregime moest gaan heersen. In 1710 werd het statuut van Anne. In Engeland aangenomen, waar een eerste poging werd gedaan om auteursrecht in te stellen. Sinds die tijd is er een langdurige strijd gaande om die auteursrechten steeds verder uit te breiden. Het Statuut van Anne voorzag in een auteursrecht van slechts 14 jaar, waarna het werken in het publieke domein, de commons, zou vallen. Inmiddels hebben mediaconglomeraten ervoor gezorgd dat een auteursrecht meestal tot 70 jaar na de dood van de auteur geldig blijft. Ook is het voor bedrijven mogelijk geworden om auteursrechten nagenoeg permanent te laten gelden. Wat is copyleft? In een wereld waar kapitalisme en hiërarchieën niet meer bestaan, is het eigendomsrecht niet meer nodig. Dan vervalt logischerwijs ook het concept van copyright. Iedereen kan dan weer op gelijkwaardige voet meedoen aan de productie van cultuur. Wanneer mensen meer vrije tijd en energie hebben, zullen er ongetwijfeld veel meer bijzondere en innoverende cultuurwerken worden gemaakt. Dat is het doel waar we naartoe willen werken. Maar ook wanneer het kapitalisme en hiërarchieën nog bestaan, is er verzet mogelijk tegen de dominantie van het copyright. Sinds grofweg de jaren 70 wordt er in de softwarewereld bijvoorbeeld gepraat over copyleft. Voor cultuurwerken bestaan er onder andere de Creative Commons licenties. Hoewel zowel Copyleft licenties en Creative Commons licenties wel gebruik maken van copyright wetgeving, wordt het meestal gedaan om te zorgen dat die werken en varianten erop in de Commons blijven. Enkele van de belangrijkste culturele werken en producten van onze tijd gebruiken dit soort licenties. Denk aan bijvoorbeeld Wikipedia. Waarbij alle artikelen vrij gedeeld en aangepast mogen worden, zolang de auteurs maar vermeld worden. Aangepaste artikelen van Wikipedia moeten op dezelfde manier gedeeld worden. Copyleft biedt de mogelijkheid om op een betere en gezondere wijze deel te nemen aan cultuurwerken. Niet genoeg. Copyleft kan de samenleving die we willen een klein stukje dichterbij brengen, maar het tast de almachtigheid van gigantische mediabedrijven niet aan. Copyleft aan zich is dus niet genoeg. Het zal dan ook nodig zijn om ons te organiseren tegen de wetten die alle macht over de cultuur bij een klein groepje mensen neerlegt. Binnen het kapitalisme is het logisch dat cultuurwerken geproduceerd worden met de winst als hoofddoel, maar dat zorgt niet voor een gezonde en dynamische cultuur. Cultuurwerken moeten in vrijheid gemaakt kunnen worden, zonder dat iemand zich op elk moment moet afvragen of ze inbreuk plegen op het eigendomsrecht van een ander. Cultuur hoort de samenwerking te zijn tussen onmeetbaar veel mensen. Die mensen kennen elkaar vaak niet eens vanwege de afstand in tijd en ruimte van elkaar. Zolang het kapitalisme bestaat, zal er strijd nodig zijn voor het verruimen van de vrije tijd, zodat iedereen meer mogelijkheden heeft om deel te nemen aan cultuur. Mensen en groepen die cultuurwerken maken, die veel gewaardeerd worden, kunnen ongetwijfeld ook op financiële steun rekenen. Dit was voor het kapitalisme de norm in de vorm van een mezenaat. Kunstenaars werden relatief direct gesponsord door rijke mensen. Het mezenaat is nooit helemaal opgehouden. Maar wel grotendeels vervangen door loonconstructies en subsidieregelingen. Nu begint via het internet een laagdrempelige en meer gedemocratiseerde manier van steun aan kunstenaars te ontstaan. Op basis van deze nieuwe experimenten kunnen we doorbouwen. Conclusie. Als we de cultuur uit de macht van de grote bedrijven willen rukken, zijn er drie dingen nodig. Ten eerste, zolang het copyright nog bestaat, moeten we goed nadenken over de licensering van de cultuurwerken die we produceren. Ten tweede, Zullen we moeten strijden voor meer vrije tijd voor iedereen? Ten derde zullen we ons moeten organiseren om het copyright als concept te bestrijden. Het eigendomsregime zelf moet verdwijnen en cultuur moet weer een commons worden. Alleen op die manier kunnen we een gezonde en dynamische cultuur en samenleving bouwen. Nou, leuk dat je luisterde. Heb je zin in nog meer podcasts? Overweeg dan ook om te gaan luisteren naar Onderstroom. Met mij, Alex. Te vinden op onderstroom.red. Wat wij doen is rustige verhalen over woelige onderwerpen, begrippen van begin tot eind. Maak je geen zorgen, we gaan het nooit over de actualiteit hebben. Nooit, nooit. Je, je gaat apart in een soort draaikolk buiten de tijd en ik neem je mee in een begrip of een historisch verhaal of een zijlijn met een goede vriend die ook aan de microfoon is. En we gaan het gewoon helemaal maken, joh. Onderstroom. Samen redden we het onder stroompunt